mooie atleet, deze Kjeldhuis. Goede dochter. Een goede tijd. De voorlaatste rit dan. Benny Morrison tegen de winnaar van vorige week in Astana, Wouter Oldenheuvel. Het is een man die goed kan openen, echt goed is. En het grondelijk en specificeer is. Ja, en hij rijdt tegen een ongekend specialist, Benny Morrison. De nummers 1 en 2 van de laatste wereldbekerwedstrijd. Er is natuurlijk wel iets gebeurd met Oldenheuvel. Hij heeft de blessures achter zich. Daar is hij van volgens de knieblessure. Dan is er nog iets. Hij rijdt veel betere bochten, want ze hebben anders getraind. Short training, goal short training. Maar dat doen alle schaatsen tegenwoordig. Maar kijk, kijk, hij leest hier in de opening. Veel en 24-3, dat is 14e langzamer dan de opening van vorige week. Vorige week lukte alles bij Oldenheuvel. Je moet zich nu niet op de kop jagen, maar 24-3 is te langzaam. Hij heeft aan Morrison een geweldige gemaakt. Morrison is natuurlijk ook een man. Hij is een geweest voordat hij de wagens definitief verzette naar het sprinten en de middenafstanden. Wat een verschil zeg, 25-8 en daar 26-5. Dat is te langzaam. Ja, vorige week was hij 24-3, kwam door 7 meter. En je zag het eigenlijk al in de houding van Schinkramer. Dit is niet een race die... die past in de race van vorige week. Maar dat is die 500 meter. Het is zo moeilijk om week in week uit goed te zijn die 500 meter. Het is er niet voor niets dat deze afstand bijna elke week een andere winnaar, of zelfs een andere top 3 kent. Nu 11 kilometer van Morrison. 27-4. En Oldenheuvel doet hetzelfde, maar de uiterstand is te groot en hij heeft nog een buitenbocht. 10e tussentijd van Oldenheuvel. En welke zonde er ook nog uit, want een tijd van Skobrev is onhaalbaar geworden. 1.45.81. Morrison, wat kan hij dan? 1.45.81. Die tijd is al verstreken. Hier is Morrison. 1.46.43. Wat een verschil met deze man. Ronde van 29.7 voor Morrison. En dat laat maar zien, ook de uitstraling van deze Porsche, hoe moeilijk die